geen Black Friday, maar Green Friday. Verschillende winkels zetten zich af tegen overconsumptie en het koopjesjagen. Wij gaan juist opruimen op straat, zwerfvuil opruimen. En verder in het nieuws vandaag. Radboud Universiteit neemt de oude Latijnse school in gebruik. En de eerste kerstmarkten zijn weer te bezoeken, zowel in de regio als over de grens. Al wekenlang wordt er reclame gemaakt voor die ene dag en veel winkels maken er zelfs een hele week van. Black Friday. Een dag die in het leven is geroepen door winkeliers om zoveel mogelijk producten te verkopen en de consument te verleiden met extreem lage prijzen. Vandaag was het zover. Toch doen niet alle winkels hier aan mee. Sommigen organiseren juist een tegenactie als stil protest of houden zelfs hun deuren helemaal gesloten. Wij ruimen op is de slogan van de Green Friday actie van Dille en Camille, als tegengeluid op Black Friday. Sommigen zullen denken dat er een opruiming is in de winkel, maar niets is minder waar. Vandaag ruimen zij afval op van de straat. De winkel blijft gesloten, zowel fysiek als online. Ja, maar niet echt. We hebben de slogan eigenlijk als een knipoog naar de acties die je bij Black Friday heel vaak ziet. De schreeuwerige acties met veel kortingen. En Dille en Camille doet daar niet aan mee. En wij gaan juist opruimen op straat, zwerfvuil opruimen. De welbekende hoge kortingen zijn er tijdens deze Green Friday niet. Dille en Camille wilt wat bijdragen aan het welzijn van de natuur. Dit doen ze door met hun team door de stad te lopen met afvalzakken en prikkers. Omdat we proberen mensen bewust te laten consumeren. Dus ja, de Black Friday is de traditionele, wat mensen kennen met kortingen. En wij gaan juist de natuur in en helpen de natuur een handje. Black Friday is natuurlijk een dag waarop bedrijven extra veel omzet kunnen draaien. Toch kiezen Dille en Camille er bewust voor om zowel de fysieke als online winkel te sluiten op deze dag. Dat is een hele bewuste keuze? Dat is zeker een bewuste keuze, ja. Het kost een hele hoop omzet, maar dat hebben we er zeker voor over. Ook Krijgt de Kleertjes heeft vandaag een Green Friday deal. Zo mag iedereen 5 items naar keuze mee naar huis nemen. En dat zonder de gespaarde stempels in te leveren. Krijg de Kleertjes is een ruilwinkel. Je kunt hier kleding inbrengen. Wij zoeken dat uit. Het wordt dan gewogen. En voor elk pond krijg je een stempel. En voor die stempel kun je dus weer nieuwe kleding uitzoeken. Ja, vandaag is een hele bijzondere actie. Nagelang de Black Friday hebben wij het omgedraaid. Green Friday. Want dit is gewoon een milieu goed item om te doen. Je merkt het ook aan de mensen hier zo. Ze komen binnen en ze mogen 5 dingen uitzoeken zonder stempels. Ze kunnen alleen vandaag even niet inleveren. Maar ze kunnen het wel meenemen. En daar zijn ze heel blij mee. Vanmorgen was het ontzettend druk om 9:00. En mensen zijn gewoon echt blij. Het is een bijzonder gebouw dat nog stamt uit het einde van de middeleeuwen. De Latijnse school in het centrum van Nijmegen. Een schoolfunctie heeft het Rijksmonument allang niet meer. Maar daar komt vanaf vandaag verandering in. Vanwege het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit heeft de gemeente Nijmegen het pand tijdelijk cadeau gegeven. De universiteit mag er de komende 1,5 jaar gebruik van maken. De oude Latijnse school is nu tijdelijk geschonken aan de Radboud vanwege hun 100-jarig bestaan. Burgemeester Bruls vindt het een passend geschenk omdat de voorgaande universiteit nu dus is geschonken aan de moderne universiteit. Nou, het is een gebouw natuurlijk wat je met enige vindingrijkheid zou kunnen zeggen als de voorloper van wat nu een universiteit is. De Latijnse school is er al vanaf begin 14e eeuw in de eerste vorm. Het gebouw is van de gemeente en was ook beschikbaar. Ja, het is natuurlijk een unieke plek in het centrum van de stad om daarmee de Radboud nog meer te tonen aan Nijmegen en iedereen die hier langskomt. Dus er kwamen een paar dingen mooi samen op het goede moment bij de gelegenheid van het 100-jaar bestaan. Omdat dit gebouw in bezit van de gemeente was, waren ze in de mogelijkheid deze tijdelijk te schenken aan het Radboud. De oude Latijnse school is niet voor altijd geschonken aan het Radboud, maar het wordt niet uitgesloten dat het in de toekomst wel zal gebeuren.
Nou, kijk, de gemeente is wel goed, maar niet zo goedgeefs als de Sint is. Wie weet wat de toekomst gaat brengen. Het gebouw is van de gemeente, daardoor hadden we de mogelijkheid om überhaupt er iets mee te doen. En de combinatie met de universiteit is wel een hele, heel erg mooie. Wie weet wat de toekomst zal brengen. We gaan dit nou voorlopig voor zo'n 1,5 jaar doen. Het moet natuurlijk zich ook nog bewijzen, hè, van hoe ze toeloopt. Gaan mensen uit de stad en andere groepen hier ook massaal de verbinding aan met de universiteit. We gaan het zien, ik hoop het wel. Het is een unieke kans. Daniel Wigboldus, voorzitter van het college van bestuur van het Radboud, is erg enthousiast over deze gift vanuit de gemeente. Hij kijkt ernaar uit om de universiteit dichter bij de stad te brengen. Ja, het is een prachtig cadeau natuurlijk om hier gebruik van te kunnen maken samen met de gemeente, samen met culturele instellingen, om hier echt de universiteit naar de stad te brengen en de stad naar de universiteit. In de Latijnse school wordt nu door het Radboud en andere betrokkenen de wetenschap over verschillende onderwerpen tentoongesteld. Ja, we gaan hier dus samen met andere partners, wordt er van alles georganiseerd om wetenschap en onderwijs dicht bij alle mensen te brengen. Voor nu houden ze zich bezig met de tentoonstellingen die in de Latijnse school te zien zijn en denken ze nog niet aan het uitbreiden of verlaten van het gebouw. Ja, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat we hier nu gebruik van kunnen maken en wie weet wat de toekomst nog brengt. In Nijmegen heeft een persoon vlam gevat bij een autosloperij, waarna die door omstanders is geblust volgens de politie. Hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, kwamen na een melding rond 1 uur toegesneld. Een traumaarts uit de traumahelikopter ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis om de gewonde persoon te begeleiden. De politie kan nog niks over de toestand en de identiteit van het slachtoffer vertellen. De gemeente West-Maasendaal krijgt op donderdag 12 december het officiële certificaat als dementievriendelijke gemeente uitgereikt door Alzheimer Nederland. Deze erkenning is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de gemeente, inwoners en samenwerkingspartners. Zij wilden een inclusieve samenleving creëren waarin mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig kunnen blijven deelnemen. Ja. Hartpatiënten van het Nijmeegse Canisius Wilhelmina ziekenhuis hebben pacemakers gekregen zonder dat cardiologen daar als eerst verantwoordelijke bij betrokken waren. Dat schrijft Dagblad De Gelderlander. Vorige week maakte het CWZ al bekend dat het bestuur had ingegrepen in de vakgroep cardiologie. Op basis van de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek voelde het bestuur zich vorige week al genoodzaakt om een interim bestuur aan te stellen. Wat de uitkomsten van dit onderzoek waren en meer over deze affaire lees je nu op onze website rn7.nl. Dit weekend gaat de decembermaand alweer van start. En dus is het ook weer de hoogste tijd voor de traditionele kerstmarkten. Net over de grens in de Duitse Kleef werd vanmiddag alweer de kerstmarkt geopend. Opvallend is het aantal Nederlandse standhouders op de markt. Vaak ook afkomstig uit deze regio. De kerstmarkten zijn weer overal actief. Maar toch gaan Nederlanders vaak naar Duitsland om de kerstmarkten te bezoeken. Jullie zijn op een Duitse kerstmarkt, waarom? Ja, waarom niet? Dat doen we ieder jaar. Alleen wij wonen hier net over de grens, dus voor ons is het heel dichtbij. En gewoon even voor de gezelligheid. We waren hier met de camper en we hadden zoiets van we willen graag naar een Duitse kerstmarkt. Het is altijd gezellig. Ook Nederlandse standhouders vinden het leuker om in Duitsland te staan. Omdat de sfeer daar gezelliger zou zijn. Waarom kiezen jullie ervoor om als Nederlandse standhouders op een kerstmarkt in Duitsland te gaan staan? Als klein kind vond ik altijd al leuk om een keer op een kerstmarkt te staan in Duitsland. En sinds een aantal jaren verkoop ik dus worsten. En ik denk, ja, Duitsers en worst, wat wil je nog meer? Dus ik ga gewoon een keer in Duitsland proberen. In Nederland stelt niet veel voor. Ik weet niet, het is echt Duits, hè? Ja. De kerstmarkt in Duitsland is erg grootschalig en wordt druk bezocht. Hier in Nederland heeft Wil haar eigen kleine engelenkerstmarkt bij haar thuis voor haar buurtgenoten uit Weert. Omdat het in het huis van mijn ouders is, echt het oudershuis. En hier zijn de familie Engelen eigenlijk allemaal geboren vanaf 1840. Wil heeft deze kerstmarkt gemaakt met spullen die ze heeft gekregen van mensen uit de omgeving. Ze vindt het zonde om deze weg te doen, dus starten ze een kerstmarkt. De kerstmarkt van Wil is erg betaalbaar, omdat ze vindt dat ook mensen met een kleinere portemonnee naar de kerstmarkt moeten kunnen. Ja, de mensen weten dat we dit doen en die komen gewoon de spullen brengen. Of je staat 's morgens op en dan staat er een hele bult al achter het huis. Een kerstbal kost gemiddeld tussen de 10 en 15 cent bij Wil. Op de Duitse kerstmarkt kosten ze daarentegen gemiddeld 10 euro. 10 cent, 15 cent, dat is, dat kan ik in Duitsland niet verkopen. Dus nee,
Het is eigenlijk opgezet voor de mensen met een kleine portemonnee. Dat vermelden we dan ook eigenlijk altijd in de advertentie van... kom winkelen, kom shoppen met een kleine portemonnee. Na veel uiteenlopende weerbeelden konden we vandaag toch echt even genieten van een op- en top najaarsweer. Strakke blauwe luchten, volop zon en aangenaam frisse temperaturen. Nu is er goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat komend weekend een redelijk hetzelfde eruit ziet. 'S Nachts ligt de vorst, overdag een graad of 6, 7 en veel ruimte voor de zon. Ja, het slechte nieuws komt daarna. De nieuwe week wordt opnieuw wisselvalliger. De temperatuur gaat iets omhoog richting de 11 graden. Maar we zullen ook geregeld de nodige buien over ons heen krijgen. Dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 29 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe NEC-update. En wij zijn er maandag natuurlijk weer. Een heel fijn weekend en graag tot dan.